Ik ben Mark en vandaag zijn we met de collega's armaturen aan het vervangen. Op het moment ben ik grondwerker, dus ik haal in feite gewoon de monteur mee. Ik graaf gaten, ik graaf de kabels vrij, ik haal het met het in elkaar zetten van de lichtmassen. We zijn hier in Schinnen, de gemeente Schinnen. Daar zijn we de armaturen aan het vervangen. Dat zijn de armaturen die worden vervangen door ledlampen. Dat betekent een stuk energiezuinig. Plus het onderhoud wordt ook minder voor de gemeente. Dus de gemeente investeert nu flink, maar op termijn gaan ze hier geld op terugverdienen. Ik ben net genoemd omdat ik het uitdagend vond. Ik werk graag buiten. Dus dat is ook een pluspunt aan. Als je dit beroep wil gaan uitoefenen, dan moet je niet kleurenblind zijn. Je moet de kleuren kunnen herkennen van de kabels. Je moet heel strikt kunnen werken. Er zijn strikte regelgevingen over. Als je niet volgens de voorschriften werkt, dan is dit werk niet geschikt voor jou. De opleiding is best moeilijk, tenminste voor mij wel. Ik heb niet echt een elektrotechniek achtergrond. Dus dat is toch even wennen. Er komt heel veel bekijken. Heel veel formules en zo. Ik vind dat Mark denkt mee. Dus als de monteur iets aan het doen is, dan Mark zoekt zijn werk. Ook voor de monteur is het fijn als je iemand bij je hebt die met je meedenkt en je echt ook ondersteunt in je werkzaamheden. Mark mag misschien wat zekerder zijn van zichzelf. Hij heeft de kans en de potentie om een goede monteur te worden. Maar je is er volgens mij nog niet zelf bewust van dat hij dat heeft. Dat is zeer goed als partijopleider. Dat is heel erg fijn. Kijk, als ik vragen heb of ik heb iets nodig, kan ik altijd bij Robert terecht. Dan word ik gewoon altijd goed geholpen. Ja, waar ik wel trots op ben, is dat ik de kans heb gekregen om dan toch voor monteur te leren. Ja, dat is toch een goed teken dat ze mij de opleiding monteur laten doen.